krijgen in onze prachtige studio van Caroline ten Hove en Willem Wittebol. Hartelijk welkom. Jullie zijn van Sint Radboud. Nou, een beetje Schiedam, maar weet ongetwijfeld wat Sint Radboud is. Jullie spelen daar ook allebei, Caroline? Ja, ik speel schuiftrombone. Zou je een microfoon wat hoger kunnen? Ja, ik speel schuiftrombone. Net als de schuiftrombone, iets hoger. Ja. Nee. Schuiftrombone, zijn niet veel dames die dat spelen? Denk ik? Nee, zijn niet veel dames. Nee. Altijd dat instrument bespeeld? Altijd of afgespeeld, ja. Oh, ja. Als kind dus begonnen daar? Nee, als kind begonnen daar. Maar wel al heel lang trombone gespeeld. Ja. Nu trouw lid van de club. Nieuw trouw lid van de club, inderdaad. En wat doet Willem in het orkest? Ik speelde bastuba. Bastuba? Ja, een beetje het grootste instrument wat wij hebben als blaasinstrumenten. Ja. En dat betekent dat als je ergens naartoe moet, dan ben jij het grootste probleem met vervoer? Er is nog een groep die is nog erger, dat zijn de slagwerkers. Want die hebben pauken en dat soort zaken, dus die hebben nog een overtreffende trap. Maar van de instrumenten is het wel... Moet je met zo'n instrument ook thuis oefenen in de slaapkamer? Of? Ja, klopt. Dan alle ramen dicht houden? Ja. Maar goed, het gaat al jaren goed. Of je speelt eigenlijk ik speel pas sinds kort bas. Dus wat dan, ik ben eigenlijk altijd trompetist geweest. Dus het is een vrij grote overstap. Maar dat gaat prima zo. En waarom switch je dan? We hadden een bas nodig. En het is net als met voetballen. Als je een verdediger nodig hebt en je bent allemaal aanvallen, dan zal er iemand moeten omscholen. Dus in deze situatie. Ja. En nog geen spijt daarvan? Nee, helemaal niet. Het is werkelijk het leukste instrument wat er is. Oh, kijk. Dat is niet waar, hoor. Misschien wel te laat geswitcht dan. Ja, eigenlijk wel. Ja. Goed, Caroline, we gaan dus even over de kerst hebben. Ja. Valt nog niet mee, want het moet nog Sinterklaas worden. Maar maar goed, de voorbereidingen. De voorbereidingen beginnen bij sommigen al in de zomer. Klopt. Als je over de kerst gaat hebben. Wat gaan jullie doen? We gaan eigenlijk hetzelfde als wat we al jaren doen. 2 concerten geven. En met een hoop samenzang, wat de mensen altijd erg op prijs stellen. En leuke kerstmuziek daartussendoor door het orkest en het koor. Past dat een beetje in die kerk daar? Het past, nu we met z'n twee concerten doen, past het prima. Ja. Maar ik bedoel, het orkest, moet dat lekker tegen elkaar aanzitten? Het mag lekker knus tegen elkaar aanzitten. Het slagwerk wordt er altijd een beetje ingeprakt, maar het lukt altijd wel. Is er een beetje akoestiek in die kerk? Ja, die is heel goed. Die is echt heel mooi. Dus dat is wel leuk. Ja, dat is heel mooi. Het is een leuke kerk voor kerstsfeer te creëren. Het is een hele mooie kerk, ja. En ik neem aan dat er dan heel veel kerstartikelen en kaarsjes staan. Valt op zich wel mee. Er staat altijd een echte kerstboom en dat mag eigenlijk niet. Maar, je zegt het niet zo hard, dan valt het niet zo op. Valt het niet zo op. En dat geeft altijd een hoop sfeer. En op zich, de kerk heeft niet zoveel nodig qua kerstversiering. Ja. Die boom is prima. Ja. Willem, hoeveel kunnen erin in die kerk, denk je? Zo'n pak een beetje 200 man per concert. Ja. Dus we hebben dan op zo'n avond zo'n 400. Soms dan zit het iets meer, maar dat is wel echt een grens, hoor. 420, 430, nou een paar jaar 215. En die 2 concerten zijn nodig om het om zoveel mogelijk mensen te laten genieten? Ja, het is jaren geleden geweest dat we... Nou, eigenlijk alleen het eerste concert hebben we 1 keer gedaan, maar daarna is het eigenlijk telkens 2 keer geweest. En het is soms jaren geweest dat we echt mensen teleur moesten stellen die kwamen aan de deur. Toen was het nog gratis toegang. Kwamen de mensen, moesten we helaas teleurstellen omdat het vol zat. En 3 keer kan ook nog gebeuren, of niet? Dan moet de laatste, we doen nu 7 uur en dan 9 uur. En dan zouden dat 11 uur moeten worden. In ieder geval erg laat, hoor. Maar dan smaakt de glühwein nog lekker dan af. Ja, dat wel. Dat is zonder meer waar. Nee, het moet wel praktisch blijven. Dus. Ja. En helaas. Caroline, zit het dus elk jaar 2 keer vol dan zeker? Het zit nagenoeg elk jaar 2 keer vol, ja. En dat geeft weinig te promoten. Dus het geeft leuke sfeer natuurlijk in de kerk, helemaal vol zitten. Ja. Wordt er dan met elk nummer meegezongen of zijn er ook dingen die het koor met het orkest alleen doet? Het koor zingt apart en het orkest speelt apart. En dan gewoon eigen nummers en daar wordt in principe niet mee meegezongen. Ja. Nee. Maar de Stille Nacht, Heilige Nacht met z'n allen, dat gebeurt nog wel. Dat gebeurt elk jaar, dat is vaste prik. Het koor zingt en het orkest speelt en het publiek zingt. Dat is nogal wat, voor de zekerheid, in de Dorpskerk in Ketel, hè? Ja, aan de Noordeinde. Het doet me altijd een beetje denken aan de Koninginnedag, dan gaan we daar ook staan. Maar nu zitten jullie uiteraard binnen. Het is wat warmer. Wat comfortabeler natuurlijk. Hè. Doet het orgel ook nog mee? Nee. Het orgel doet deze keer. We hebben wel ooit een keer een orgelconcert gedaan tijdens het kerstconcert. Dat wel, maar nee. Oké. Als de mensen daar naar binnen willen, Caroline, hoe kom ik aan kaartjes? Of is het al uitverkocht? Het is nog niet uitverkocht. Nee, de kaarten zijn net gestart met de verkoop van de kaarten. Ze kunnen besteld worden via de website.
En dan, dan krijg je een mailtje van mij. En via de muzikanten van het koor en het orkest kunnen ze besteld worden. Ja, ja. Dus. En dat kost, Willem? €5. Maar voor die €5 krijg je, behalve het feit dat je mooie muziek hoort en mee mag zingen, krijg je nog wat, hè? Ja, ja, ja. Het is zo dat wij na afloop van ieder concert, het concert is ongeveer een uur, proberen dat een beetje zo daarin in te krijgen. Na dat uur is er een wisseling, zal ik maar zeggen. En dan buiten staan er dan stalletjes met gloewijn en wat versnaperingen. We hebben vuurkorven over het algemeen altijd staan. Reuze gezellig. Het is echt een kleine kerstmarkt, zal ik maar zeggen. In combinatie met het concert. En daar hebben jullie die €5 hard voor nodig. Ja, nou natuurlijk, er zijn natuurlijk de kosten van de kerk, dirigenten. We hebben dit jaar een solist. Een zangeres. Oh. Ja, dat soort kosten moeten daar echt wel van worden gedekt. Dat, ja, ja. Klopt, ja. Kan ze mooi zingen, ja. Hè? Ja, zij heeft 2 keer nu meegedaan met onze Promsconcerten. Schiedam Promsconcerten. En die heeft een dijk van de stem. Ja. Kan ik wel zeggen. Mogen we weten wie het is? Of is dat een verrassing? Nee hoor, Marjolein Kloet. En die heeft prachtige kerstliederen ingestudeerd, ja, samen met, ja, jullie. Ja, die gaat met het orkest samen... Meezingen. Oké. Hebben jullie ook een website waar ze nog iets kunnen nakijken? Ja, ja. Dat is www.radboud.nl. Kijk ik even schijn. Sint Radboud. Even googlen. Ik moet heel eerlijk bekennen. Even googlen en dan kom je naar Google. Ja, Google helpt een hoop. Ja. Ja. Zo is dat. Ik wens jullie heel veel plezier over het Dankjewel. Hoe zal ik dat zeggen? Vandaag over 2 weken. Klopt dat? Ja, hoe is dat? Ja. Dan gaan jullie helemaal in kerstsfeer. Ik hoop dat het 2 keer vol zit, maar gezien het verleden zal dat wel lukken. Heel veel plezier. Ja. Okay, en lekker in kerstsfeer komen dan. Dankjewel. Oké, fijn gedaan. Okay,